Rogier, nu ben ik heel benieuwd, want ik heb het woord al 100.000 keer gebruikt vandaag. Ja. Plexer. Oké, okay. Wat is het? Nou, Plexer is, is eigenlijk ook weer een product. Hè? Ja. Nu zijn er heel veel van dit soort apparaten in omloop. Ja. Maar Plexer zorgt ervoor dat er de luchtmoleculen in de lucht geïoniseerd raken. En dat kan je vergelijken met de bliksem. Dus een soort bliksemschichtje wordt er gemaakt. En dat wordt op de huid losgelaten. Geeft een brandvlekje. En dat zorgt voor of dat het weefsel weg wordt gehaald. Ja. Of dat het zich verstart. Oké. En ik durf het bijna niet te vragen, maar wat zijn de mogelijkheden van de Plexer? Nou, de mogelijkheden die ik in het algemeen veel gebruik. Het kan gebruikt worden om huid, met name dunner wordende huid, te verstrakken. Okay. Zoals bijvoorbeeld de oogleden. Je kunt er hele goede oppervlakkige rimpeltjes kun je heel goed behandelen. Zoals bijvoorbeeld de vetica en de liplijntjes. Je kunt de rimpeltjes hier kun je heel goed verminderen. Je kunt het hier ook doen. Maar je kunt collega's zijn die echt voor de verstrakking doen. Daar vind ik het wat minder goed op werken. Versteviging. Ja. Ja. Daarnaast, en dat is op zich iets waar je heel goed mee kan, waar je het ook voor kan gebruiken, is om eigenlijk vratjes en dat soort zaken allemaal op te lossen. Dus als iemand dat hebben we wel eens gedaan, echt zo'n hele grote knol bij de neus had. En die konden we wegnemen. Maar het mooiste was zonder littekens. En dat is een heel groot voordeel. Dat is inderdaad een heel groot voordeel. En dat is ook gelijk wat mensen ervan kunnen verwachten, denk ik. Hè? Dus ja. Dat het, Verstrakkend. Verstrakkend en best wel grote effecten zonder littekenvorming. Oké. En hoe lang blijft het resultaat? Ja, nou, het resultaat is in principe gewoon permanent. Maar door de normale verouderingsprocent verwacht ik ongeveer binnen 2 tot 3 jaar dat mensen toch weer terugkomen. Ja. Belangrijk is wel, en dat is zo, dus dat je wel moet realiseren, je bent wel een zeker 2 tot 3 dagen zwelling. En ongeveer 7 dagen heb je gewoon die bruine plekjes. En er is wel sprake ook van wat roodheid. Okay. Dat is heel goed te camoufleren, maar dat moet je, rekening houden inderdaad. Dus de Plexer is eigenlijk te gebruiken voor heel veel verschillende dingen. Bijvoorbeeld rimpeltjes, maar je kan er dus ook echt bulten of dingen op je gezicht mee weghalen, zeg ik het goed. Ja, zeker. En dat allemaal zonder littekenweefsel. En dat is wel echt een heel groot voordeel. Ja, is goed. Nou.